Hier op de Weesperstraat woont de 72-jarige Linda in een sociale huurwoning. Ik woon hier vanaf 2005. En dat was ooit met alle plezier. Maar inmiddels wil ze er door gezondheidsproblemen graag weg. Zelf ging ze op zoek naar woningruilers. En die vond ze, een stel uit Egmond. Die willen een gezin. Die zitten daar in een 55-plus twee-kamerwoning. Dit is te groot voor mij, 3 kamers. Ik wil gewoon kleiner. En ze zeiden, ja, waarom niet? Win-win situatie, dachten wij. Maar je raadt het al, zo makkelijk gaat dat niet. De woonstichting in Egmond, check. Maar toen was daar de kei die er een stokje voor stak, omdat het inkomen van het stel niet voldoende zou zijn. En dat vond ik vreemd, want die mensen betalen eigenlijk meer huur als ik. Dus ik dacht, ja, hoe zit dat dan? En dus stapten ze naar de rechter. Linda legde de casus voor in een brief aan de gemeente. En die kwamen met een andere reden. Oké, het blijkt dat uw woning in het huurbeleid van Lieve de Kei aangemerkt is voor liberalisatie bij mutatie. Alleen dat woord al. En dat wil zeggen, als Linda weggaat, wordt het huis een vrije sector huurwoning in plaats van sociale huur. En daardoor blijft de stad natuurlijk niet toegankelijk voor mensen met een klein inkomen, middeninkomen, starters, gezinnen. En dat is uiteraard onwenselijk. Het uitgangspunt in de stad is namelijk 40% sociale huur, 40% middenhuur en 20% vrije sector. Maar nog steeds is de kei vrij om dat te doen, toch? De kei is vrij om dat te doen, maar zal toch echt een belangenafweging moeten maken en de huidige Amsterdamse woningmarkt in oogenschouw moeten nemen. Die sociale huur die gaat eraan. Het wordt geblokkeerd door wat? Door regeltjes. Er zijn duizenden Amsterdammers die een woning zoeken. Ja. En dan komt er een stel uit Egmond hier een woning innemen. Ja. Het zou toch naar de Amsterdammer moeten? Nou, oké. Laten we dat dan doen. Ik bedoel, als ik maar naar beneden kan. Ik heb voor Egmond aan de Hoef gekozen, omdat er ruimte en frisse lucht was. De kei laat weten de uitspraak van de rechter af te wachten en tot dan geen antwoord te kunnen geven op vragen. Later dit jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld in de rechtbank.